zijn aangekomen bij de familie van Weijen. Egbert is wel eens een keer eerder met ons op pad geweest. Hij is boswachter bij Staatsbosbeheer. We gaan eens even kijken of hij thuis is. Om te kijken of hij ons rond kan leiden met al het moois wat hier groeit en bloeit. Gaat u mee? Terug. Maar toen wij hem overnamen was er helemaal stal, maar wij wouden toch graag een boerderij, zeg maar. Ja. En toen hebben wij van de hele stal weer toch weer proberen toch in de oude stijl een beetje terug te bouwen. En daarna zijn we begonnen met de tuin, want dit was eigenlijk functioneel weiland. We zijn aangekomen bij de schaduwzijde. Welke planten kun je hier nou zoal kwijt wat goed doet in de schaduw? Ja. Dus eigenlijk een hele hoop mensen die vinden dat moeilijk schaduwplanten, en ook bij kwekers is het best wel zoeken, maar ja, ik heb hier dan een varen, ja, en gewoon, dit is dan de koningsvaren. Maar bijna alle varens zijn juist uitermate geschikt voor de schaduwkant. De bruine pluimen die we hier zien, wat is dat van de plant? Dat zijn de sporen. Eigenlijk de meeste varens, daar hebben ze de sporen aan de onderzijde, of in ieder geval aan de bladeren, zeg maar. En een koningsvaren die heeft losse sporen. Dus eigenlijk, ja, het is de bloeiwijze. Ja. En dat maakt hem eigenlijk een beetje bijzonder ten opzichte van de andere varens. Hier zijn we toch wel bij een heel mooi doorkijkje aangekomen, Egbert. Dit zijn wel mooie planten, ik weet niet of je de naam daarvan hebt. Ja, dit is havingskruid. Het is eigenlijk een plant die komt gewoon in de wilde natuur voor. Ja. Ja, als je hem een keer in de tuin hebt, je ziet het. Vorig jaar stond het nog bijna niets. Ja, ze zijn jammer genoeg uitgebloeid. Maar ze zijn een hele mooie, prachtige, diep rode, oranje kleur zit erop. Ja. Ja, hij is prachtig. Heb je de tuin nog in thema's verdeeld, Egbert? Want ik zie toch wel verschillende situaties hier. Ja, thema's. Ik bedoel, echte thematuin heb ik niet. Maar dit is in ieder geval mijn rommeltuin. Alles wat ik van anderen nog krijg, dat stop ik hierin. En het mooie vind ik van... Niks ten kwade van andere tuinen, maar heel veel mensen hebben alles in groepjes en strak en netjes, kleur bij kleur. Maar ik vind eigenlijk planten, en vooral natuurlijke planten, wat je ook naast elkaar zet en je laat het in elkaar overgroeien, het vloekt nooit. Witte staat bij rood, dat is heel wat is bekend, maar roze wil ook goed bij rood. Ik bedoel, je zit roze, maar er zit wit in, rood, blauw, noem alle kleuren maar op. Maar ik vind natuurlijke kleuren passen altijd bij elkaar en dan maak je van een rommeltuin. Vind ik dan toch nog best een mooi geheel. Echt, als ik me niet vergis, is dit dan een rode beuk die normaal wat 30 meter kan worden? Ja, dat klopt. Deze komt gewoon uit het bos. Ja. Ja, en dan ga ik er een beetje mee spelen. Dat vind ik gewoon mooi. Ik heb heel veel rood komt weer terug in de tuin, zeg maar. Dus van beuken die ik wel groot laat worden, die mag wel 30 meter worden. Okay. Maar door de hele tuin speel ik dan met dit soort beukjes. En hier maak ik gewoon een parasolletje van. Wat me dan wel opvalt is dat de kleur wel weer op verschillende plekken terugkomt in de tuin. Ja, dat klopt. En of het nou een pruikenstruik of een Japanse esdoorn, dat vind ik op zich wel mooi. Dat rode komt overal weer terug. Daar heb ik toch wel iets mee, zeg maar. Egbert, zie je twee stammen. Ja, het lijkt wel een parasol. En één soort. Wat is er eigenlijk? Ja. Dit is op zich wel een mooi verhaal. Nou, het zijn twee verschillende, dat is een trimmer, dat is een blauwe regen. Die is nog maar 10 jaar oud. Ja. En daar staat een oude vlier, ik denk dat die wel 60, 70 jaar oud is. Oh. En deze blauwe regen die komt van een goede kennis van me, die zat op de Wilde Vaart en die was in Zuid-Korea. Dus dit is een blauwe regen, gewonnen uit zaad, meegenomen uit Zuid-Korea. Zo. Die staat hier nog maar 10 jaar. Ja. En die is al helemaal over die vlier ingegroeid. Dus het lijkt eigenlijk één boom met twee stammen. Okay. De vlier heeft de geest bijna gegeven, want die heeft net geen bladgroen meer, dus die sterft. Maar dan wordt die mooi gebruikt als waar een ander laat zijn blauwe regen over de pergola ingroeien. Ja. En hier groeit die over de vlier in. Zo. Hier waren
waterstromer Egbert, dat is de levensader van de watertuin hier. Ja, dat klopt. Ik ben gek op water. Ja. Nou, hier komt, ik pomp het hier net achter waar het slinkje begint. Daar pomp ik gewoon met een simpel cv-pompje. Pomp ik het water op wat eigenlijk onderuit die Veluwe wegzakt. En hier pomp ik het dan op 10 meter diepte, halen we het naar boven toe. En hier vul ik mijn vijver. En het is een natuurlijke vijver, maar het nadeel van een natuurlijke vijver is dat het water wegzijgt naar buiten komt. Ja. Dus dan zakt die. En door op een simpele manier een klein geweerpompje, een mooi aanvoerbeekje. En je hebt gewoon mooi kwel en mooi goed water. Wat is het verval naar de vijver toe dan? Nou, dat is eigenlijk 10, 20 centimeter, meer is het niet. Ik heb hem, en daarna stroomt hij eigenlijk nog weer door, maar dat kunnen jullie later wel zien in de waterpartijen in het weiland. Okay. Dus het is eigenlijk doorlopend water hier. Wordt onderbroken door het gezond, dan heb ik gewoon een pijp onder het gezond door en dan gaat hij weer naar de waterpartij toe. Wat is dat voor een? Visdief. Visdief. Alle twee visdief. We komen hier in de tuin verschillende soorten orchideeën tegen. Welke zien we hier bij de waterval? Nou, dit is de gevlekte rietorgus. Dan hebben we nog de gewone rietorgus en dan de breedbladige westerorgus. Dan hebben we drie soorten in de tuin. Ja, dat klopt. En de gevlekte, dat duidt dan op dat die vlekken op het blad heeft? Ja, deze heeft dus die... De bloemen zijn eigenlijk zelden als van de gewone rietorgus, maar deze heeft hele mooie donkere kringen op het groene blad. Oké. Dat is die zijn naam dan, de gevlekte rietorgus. Ja, de dag. Zo. Ja. Nou, Dick, je wist het waarschijnlijk al, ik ben gek om met een beetje met water te spelen. Nou, hier heb je weer een kreekje. Dat eindigt dan in de grote waterpartij in het weiland, die we dan 3 jaar geleden aangelegd hebben. Maar je dan ziet wat hier toch al een mooie moeras- en waterplanten. Dat is ook weer de variatie. Ik bedoel, waterdrieblad, dat wil niet in een gewone tuin. Nou, in het voorjaar is het zo'n prachtige bloeier. Nou, pijlkruid, je ziet daar snoekkruid. Nou, moerasme, vergeet me niet. Nou, al dat gele daar, dat is dan maskerplant. Nou, dat gedijt ook heel goed op, net op die plasdras situatie, zeg maar. Nou, en achter ons daar zie je dan de geiten. Dat zijn de beheerders van het weiland. Ja, ook maar bij de tuin een beetje aangepast. Dus ik bemest het nu sinds de waterpartijen en de natuurrijken hier een beetje ook in het weiland aangelegd is. Nu zorgen de geiten voor de verschraling. Oké. Nou, op ook dat het weiland een bloemrijk weiland wordt. Nou, en ik kan je vertellen, Dick, ik heb na 3 jaar toch al een heel bijzonder plantje hier ontstaan. Ja? Moeraswolfskroon. Oh, nou, als je nog tijd hebt, laat ik je dan nog even zien. Moet daar maar even naartoe lopen. Ja, dat is goed. Henk, wat zien we op de achtergrond wat nu geluid maakt? Dat zijn nijlganzen. Komen helemaal uit Egypte, van oorsprong. Vandaar ook de naam. Die doen het hier best. Echt, maar hoe kan het nou dat wij hier nou kunnen staan?
Ja, nou, we hebben een heel droog voorjaar en deze vijver die laat ik gewoon puur door de natuurlijke waterstand zoals die is, zeg maar. Zo'n verschil is dat. En dan lijkt dat eigenlijk heel veel, ja. Maar dat komt ook wel dat ik heb de talud heel flauw afgegraven. Oh ja. En dan krijg je eigenlijk de mooiste planten. Ja. Maar dan lijkt ook je waterpartij in één keer klein of weer heel groot. Dus dat is het of voor of nadeel. Maar dit moet aanvullen of door het grondwater of door het regenwater, ja, wat valt. Ja, ja. Dit is toch wel hartstikke mooi dat je hier zo op een avond, ja, hoef helemaal niet op een avond te wezen, maar dat je zo van je af kunt kijken, genieten van de tuin. Ja, dat klopt. Ik ben blij dat je me eraan herinnert. Ik zit meer te zwoegen dan te genieten, maar dit zijn wel de mooie momenten. We zijn hier neergestreken. Ja, dit is toch wel geweldig, de zichtlijn over de wateras. Ja. Wat zien we hier aan planten? Ja, toch het veenpluis wat altijd prachtig is door zijn, je ziet ze helemaal niet zoveel. Het is ook een zuurminnende plant waar je heel veel in Drenthe ziet bij al die vennetjes. Nou, hier zie je een somsegger. Nou, die vind ik al mooi vanwege zijn kleur. Nou, dat zaait ze ook allemaal zelf. Nou, weer orchideeën, pijlkruid zie je weer. Nou, en daar zie je aan de overkant, dat vind ik echt, dat is heel veel mensen hebben osta's. Dat is een hele grote familie. Maar dat is echt de vochtminnende osta. Die vind ik veel donkerder en leerachtiger van blad. Nou, die vind ik prachtig. Nou, en daar op het water is een hele mooie grote partij van waterdrieblad. Met daartussen nog weer de krabbescheer. Oh, ja. Die zie je daar nog weer. Nou, aan de overkant daar zie je nog heel veel mooie orchideeën. Ik ben met 4 orchideeën begonnen en ze zijn nu al niet meer te tellen. Dat is toch wel mooi, want je ziet toch allemaal die roze kaarsjes boven het maaiveld uitkomen. Ja, de maand juni is ook eigenlijk de orchideeënperiode. Dan is hij qua orchideeën nog gewoon prachtig. Echt bijzonder dat we hier bij jou te gast mochten wezen. Subliem zoals het hier bij je hebt liggen. Dankjewel. Graag gedaan, Dick.